Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Mocht je mij nog niet kennen, ik ben Karine van Blonde Beauty Fashion. En ik ben zwanger. En heb daar ook nog een kleine man zitten. Ja, dan moet je eruit klimmen. En wat ik probeerde te zeggen is... Als je deze video's leuk vindt, dan zou ik het fantastisch vinden als je wilt abonneren op mijn kanaal. Nee! Klik dan vooral hieronder even op de abonneerknop. En dan kan je ook nog instellen op het belletje als je op de hoogte wilt worden gehouden van al mijn video's. En dat zijn elke week een vlog op zondag. En regelmatig op woensdag een extra video, bijvoorbeeld over hoe het gaat met le bébé in mijn buik. Niels en ik gaan naar de IKEA. En gaan een kastje kopen. Ik weet niet hoe ik dit op de fiets ga vervoeren, maar dat gaan we doen. Want we hebben dit ding nu gekocht. Dit is een apparaat wat, nou, zoals je ziet, stoom blaast. Wat onze lucht vochtiger moet maken, want we hadden hele lage luchtvochtigheid. En dat werkt heel goed, alleen hij staat nu nog op het aanrecht. En dan moet even een apart kastje, maar hij moet op 60 centimeter hoogte. Dus ik heb nu een kastje gevonden waar hij als het goed oppast. Dus gaan we heen, hè Niels, op de fiets. Ja, mama moet ook schoenen aan. Neem jullie mee. Zo, wij zijn bij de IKEA. In de lift. En we gaan even winkelen. Zo. Dat is zo. Een mooie wandelwagen van Niels. Zeg maar niet een echte winkelwagen, maar kleine. Waar je zo'n tas in kan hangen. Dat is wel handig. Dat is zo lief. Ik was op het zand aan. Deze doen. Ja, dat is goed. Nou, Niels vindt meteen een bureau. Hij klapt de laptop open en gaat op zijn stoel zitten. Op zoek naar stelling 13. Dat is denk ik hier om de hoek al. Heel veel antwoord heeft Niels een ijsje gekregen van mij. En ik heb een poddel. We zijn weer terug. Het was wel even een dingetje op de fiets. Want dat ding, ze zei, nee joh, dat lukt makkelijk. Nou, met een kind ook nog voorop was het, vond ik vrij heftig. Maar het is gelukt. Ik heb gewoon een hele rustige, gladde route genomen. Ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Als eerste dit lijstje. Ik had er zo eentje staan, alleen die was stuk. Nieuwe geurkaarsjes weer. En ook de grote variant op de gang. Van bewaarzakjes. En nieuwe kaktussen. En waar we voor gingen is dit ding. Waar staat het kaartje? Nou, dat zal ik zo even laten zien. Die ga ik zo bouwen. En Niels heeft dit gekregen van me. Hoor. Een mooie gereedschap set. Want dat... Ik stond eerst met treintjes in mijn hand. Maar toen zag ik dit. En hij wil altijd meedoen als we iets aan het maken zijn. Dus ik dacht, nou. Het was 7 euro. En het is nu al het waard geweest. Hij heeft de hele weg de Bob Bauer lopen zingen. Ik ga even een theetje aanzetten. En dan ga ik even dat ding bouwen. Bloedheet. Wow. Ik heb meteen mijn huispak aangedaan. En dacht, ik moet het bukken. Alles toe plezier. Nou, Bob de Bauer heeft geholpen en nu staat het tafeltje. Hij heeft meteen gedekt, ook al is het hier niet voor. En hij heeft dus, zeg maar, ik weet niet of ik het kan laten zien, want hij is nu gedekt. Maar ik denk dat je het hieronder wel kan zien. De onderkant is dus antraciet, dus je kunt, zeg maar, het blad ook omkeren dat hij antraciet is. En daar kan deze dan op staan. Moeten we nog even bedenken waar dan precies. Het is alweer wat uurtjes later. Want ik weet niet waarom. Ik was het een beetje vergeten.
De monteur is geweest voor ons internet. Hij heeft allerlei dingen aangepast. Dus het zou nu beter moeten werken. Maar we moeten wel nog een nieuwe modem hebben. Daarna hadden we de 20 weken echo. En alles was goed. Dus dat is heel fijn. Ik ga er uitgebreid op in een video. Ik zal nog even kijken of een leuk beeld. En dan kan je het misschien een klein beetje zien. Dus wat licht door. Maar ze heeft in ieder geval met haar hand haar voetje vast. Heel schattig. Dus nou, heel fijn dat alles goed was. En ja. In tegenstelling tot de vorige keer lag mijn placenta nu al goed. Dus dat is heel fijn. De vorige keer lag die er nog voor de uitgang, zeg maar. Maar die zit nu gewoon op goede hoogte. Dus geen 30 weken echo nodig. Dat is natuurlijk jammer. Is het altijd leuk om 30 weken echo nog even te zien. Nu is het 7:15. Niels ligt op bed. En wij gaan zo bij de buren eten. Maar ik denk niet dat ik mijn camera mee ga nemen. Dus ik zie jullie gewoon morgen weer. Of misschien vanavond. We zijn echt allebei redelijk gebroken. Maar we gaan ervoor. Het is natuurlijk super gezellig om daar even te gaan eten. Dus dat gaan we doen. Ik heb een jurkje aan. Dat wil zeggen, ik heb hem nu nog als shirt aan. Maar het wordt zo een jurkje. Dus ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen. Het is zaterdag. En wij zijn wakker. En ja, het was uiteindelijk best wel laat gisteren. 1 uur of zo, 1:30. Ik wil nog een keer. Dus best wel een beetje gaar. Vandaag hebben we echt allerlei dingen die we moeten doen. Want we moeten nog steeds vakantie boeken. Ik moet nog de trein boeken naar Antwerpen. Niels zijn zitje op de fiets moet verzet worden, want hij is er weer 2 ontgroeid. Alleen het wordt steeds lastiger, want zijn benen kan niet meer kwijt. Ik moet een achterzitje hebben. Dus misschien moet ik gewoon een achterzitje doen. Kinderwagen. Even bouwen om te kijken of die compleet is. Allemaal dat soort dingen. Dus we hebben best wel een lijst met missies. Inmiddels gedoucht en moet ik bouwen dus weer bezig. Echt een goede tip. Ik denk dat ik even moet helpen. Ja! Het is zo'n dag dat je om 10 uur nog in je badjas zit. Maar we hebben inmiddels gedoucht, opgemaakt, dat is al heel wat. Deze kan niet. Oh, zal ik even helpen? Ja, nee, ik kan. Wij zijn even lunchen bij de zagerij. Dit keer met iets beter weer. Hier is je appelsap. Deze. Maar ik neem denk ik weer deze. Niels ziet ook al mijn bord. Helaas was de zadigheidkast op, maar nu heb ik een ander. En dan is het ei niet gepocheerd, want dat kan natuurlijk niet nu. Niels heeft heel lang geslapen, waardoor we een beetje laat zijn voor onze volgende date. Namelijk met mijn beste vriendinnetje en haar vriend. Dus nu snel de jas aan en dan gaan we daar even borrelen. En ondertussen hebben we allemaal nuttige dingen gedaan tijdens de slaap. En ik ben een beetje in slaap gevallen. Nou ja. Dat is helemaal in zijn sas, die trein. Wat dan? Wil jij het even doen? Ja. Je moet eens weten hoe vaak ik dat wel niet hoor op een dag. We zijn weer thuis, boodschappen zijn bezorgd. Niels staat zingen. Borreltje was heel gezellig. Alleen te kort, want Niels die had dus zo lang geslapen dat we uiteindelijk een klein uurtje konden zijn. Maar goed, desalniettemin was het heel gezellig. En nu koken en de restant van de boodschappen ligt hier nog. Heel veel zoete aardappels deze week. En deze was op. Daar heb ik een nieuwe van gekocht bij het fruitvat. Deze smeer ik op mijn buik. Misschien een tip. Vandaag hebben we een hele voedzame maaltijd. Tenminste Sven en ik. Want dit is vooral kaas en boter. En pasta. Vanuit Pauline's keuken, maar het schijnt een van haar favorieten te zijn van toen ze zwaar was. Of die kwam er nog uit. Niels krijgt gewoon groenten en zo hoor. We hebben net weer iets te mol gekeken. En ik sta niet meer bovenaan. Ja, zo zie je maar weer. Je moet altijd je intuïtie volgen. En ik ben
ergens on the way op iemand gaan zitten die er nu uit is. Ja, ik wil geen spoilers geven, want ik weet niet wanneer jullie kijken, maar... No! Die heb ik pas de laatste twee keer had ik hierbij. En zelfs toen twijfelde ik al. Maar ja. Sessa. Ik sta nog steeds tweede. Dat is nog steeds prima. Maar en nu ben ik heel moe. Het is niet zo heel laat. Maar ik heb gewoon lekker op bed gelegd. Oh, nee, niet scherp. Nou, dat doe ik niet toe. Ik zie jullie morgenochtend. Ik heb net een zwangerschapsupdate opgenomen. Van 20 weken zwangerschap. En de mannen zijn eventjes... Even mijn dingen pakken. De mannen zijn eventjes naar de supermarkt. En we gaan zo meteen brunchen bij onze buren. Dus even aan het stretchen. Over een... Wat is het? Half uurtje? Oh, over een kwartier al. Oeps. Goed, ik ga even snel rennen, want ik loop nu nog in mijn pyjamabroek en ik moet nog foto's van nemen en woehoe. Goed. En hier heb ik even een stukje tosti. De heren, wij waren even lunchen bij de buren. Het was heel gezellig en hun nichtje was er. En nou, die was echt heel lief voor Niels en ze gingen samen spelen en dat was heel schattig. En toen ben ik daarna vergeten te vloggen, want daarna zijn we bezig geweest met zoeken naar vakanties. Ook pas, ik ben eerst nog even in slaap gevallen. En nu gaan we zo nog even lekker naar buiten, want het is heel lekker weer. En dan hoop ik dat ik een beetje wakker word, want ik ben echt weer vreselijk moe. Dat komt ook gewoon omdat ik niet goed slaap, die stomme verkoudheid de hele tijd. Maar ik ga mijn haar weer even vlot halen. Ik doe dus thuis meteen echt bra of sweats on mentaliteit. Dus ik ga nu weer even me fatsoeneren. Ik doe gewoon kleren aan, that's it. En dan gaan we nog even naar buiten. En dan begint daarna Ajax, dus dat gaan we gaan Sven kijken. En ja, het is een beetje een relaxed weekend, maar daar wou ik echt wel een beetje aan toe. Omdat we natuurlijk allebei een weekend weg zijn geweest. En dan heb je zo weinig tijd met Niels en nu gewoon lekker met hem. Oh, goed gedaan. Ja, ga maar. Oei. Niels heeft nu het idee om steeds op zijn buik weer af te gaan. En dan op te klimmen. Kost me 10 jaar van mijn leven. Maar ja, je moet het soort ook maar een beetje behagen. Heb ik begrepen? Leuk. Eindeloos te verkleumen natuurlijk op zo'n speelplek. Ook al is het lekker weer. Zondertussen met een stok muziek aan het maken. Nou ja, dat moet je maar laten gebeuren, denk ik dan. Tot hij mij met een stok begint te staan, dan moeten we in actie komen. Zo, we zitten weer op de bank. Niels ligt in bed. En het was even een beetje chaos, want er moest gekozen worden. En ondertussen was het natuurlijk Ajax en zo. Dus ik heb even niet gefilmd, maar... Ik denk dat het ook is, we gaan nu gewoon lekker een beetje op de bank hangen. Misschien is onze vakantie nog even gaan boeken. Maar misschien wordt dat ook morgen. Ik zie je gewoon volgende week weer. Geen idee wat voor week we hebben, maar ik neem jullie weer mee. Dankjewel voor het kijken. Doeg!